mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn levensstier voor de maand augustus 2023. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past, laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in je maan, jouw Venus, oftewel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, het is volledig gratis. Laat mij weten dat je resoneert met de boodschap. En zo blijf jij op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga deze maand weer hetzelfde doen als de afgelopen twee maanden. Dus ik ga hier een uitgebreide reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde zal bekijken. En ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga er nog op een ander platform, op Vimeo, ga ik er nog een half uur verder op borduren. Dus als deze reading voor jou resoneert en ben je ook nieuwsgieriger dan dit, mag je me voor een paar eurotjes meevolgen naar Vimeo. De link vind je in de beschrijving van deze video. De betaling is nog steeds via creditcard of PayPal, dus wens je het op een andere manier via overschrijving, dan mag je mij een mailtje sturen. Dat lukt ook. Tegen september gaat het anders zijn. Dus nog even geduld. Wat is de belangrijkste energie van mijn lieve stier voor augustus 2023? De stam. Thuiskomen. Gezin. Familie. Iets opbouwen. Weten wat je... Oh, dat gaan we nu doen. Weten waar je thuis hoort. Weten wat je plek is. Weten wat er van jou verwacht wordt. En het voelt als thuiskomen hier. Oké. Een stam creëren. Waarom? Existentiële vragen hier. Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? Wat is mijn nut en mijn doel in het leven? Wat doe ik hier? Een beetje existentiële vragen. Of dan wel op zoek naar antwoorden en dan vinden we het eerder in boeken, in informatie zoekende. Op zoek naar antwoorden. Oké. Yin, energie. Voor mij vergelijkbaar met de aas van Kelken. Dit is een ontvankelijke energie, vrouwelijke energie. Dus hier, deze maand mag jij ontvangen. Wellicht liefde ontvangen. Een nieuw begin in de liefde kan dit zijn. Iets waar je emoties van vloeien, waar je blij van wordt. En in cirkels ronddraaien. Het kan zijn dat we het gevoel hebben iedere keer op dezelfde rotonde te zijn. Dezelfde vraagstukken tegen te komen. Waarom gebeurt dat toch iedere keer? Weet dat je wel iedere keer dichter bij de kern komt. Dus iedere keer pel je een extra laag van het ui wat ondertussen opgebouwd is. En komen we dichter tot de kern. Voor mij is dat een beetje vergelijkbaar met het afronden van een karmische cyclus. We komen dichter tot de kern, waardoor er een shift plaats kan vinden. Oké, in cirkels ronddraaien. Een nieuwe emotionele ervaring. Of leren ontvangen in plaats van te geven. Stier is een absolute gever. Existentiële vragen over waar hoor ik thuis? Oké. Professioneel, wat is de belangrijkste boodschap voor mijn lieve stier? De ster, heling, waterman, energie en de acht van staven. Oké, ik heb hier een beetje stress. Misschien omdat er te veel dingen tegelijkertijd gebeuren. Of even pas op de plaats. Dat kan ook. Even stop, pas op de plaats, want er gebeuren te veel dingen tegelijk en we weten het even niet meer. Er kan informatie zijn dat je aan kant op komt, dat een beetje stress creëert. En met de ster... als we het dan hebben over existentiële vraagstukken, hier heb ik inderdaad een beetje het gevoel van, dit is een beetje een hopeloze, vastzittende energie. Er is weinig hoop naar de toekomst. We zien niet wat de toekomst nog kan brengen hier. Dat kan spreken over een beetje een depressieve energie. Onzekerheid. Ergens niet in geloven. En dat creëert een beetje stress. Oké, ben benieuwd. Financieel, wat is de belangrijkste boodschap? Financieel. Voor mijn lieve stier. Vandaag. Oké, ik heb hier een sprong in het onbekende. Een heel nieuw begin. Hier spreid je je vleugels en springt. Oké, en dat heeft financiële gevolgen. Uit een uitzichtloze situatie, wellicht, we zullen zien. Ja, uit een uitzichtloze situatie. Met de twee van staven, ik heb hier iets dat geen toekomstperspectief niet meer biedt. We kunnen niet meer groeien, er is geen toekomst niet meer in. Het is hopeloos. Dus ja, met de aas van pentakels en de acht van pentakels. Het kan absoluut met het werk te maken hebben. Een beetje een ongeduld in het wanneer kunnen we nou eindelijk springen met de acht van pentakels. Kan het zijn van we hebben hier heel hard gewerkt, heel veel tijd en energie ergens in gestoken en dan is het een beetje van en wanneer pluk ik nu de vruchten van mijn werk
Wanneer heb ik die financiële stabiliteit die ik hier op aan het bouwen ben? Een beetje frustratie over het werk of over de hoeveelheid energie die we ergens in steken. En met de aas van pentakels, het kan zijn dat we willen springen, maar dat we nog even moeten wachten. Want we moeten nog sparen. Wij hebben de financiën nog niet om het te doen. Ik heb financieel iets dat misgaat hier. Iets dat geen toekomstperspectief biedt. Je plukt daar de vruchten niet van. Van alle energie en effort. Moeite die je erin gestoken hebt. En voor mijn gevoel laat je dat los om te springen in een hele nieuwe richting. Oké. Okay. In de liefde. Wat maar ik weet, in de liefde van mijn lieve stier. In de liefde heb ik het oordeel ondersteboven. Ook weer een vastzittende energie hier. Iets dat geen toekomstperspectief biedt. De 9 van de zwaarden. Oké. Okay. Er is wel een verbetering in de situatie. We liggen er niet meer wakker van. En de 6 van staven. Ondersteboven. De 6 van staven kan spreken over uitgesteld succes. Tweede viool spelen. Nederlaag. Ik ben benieuwd als ik dit uitspreek, verder verklaar. Want ja, een nederlaag kan het zijn in de zin van, omdat ik iets heb dat vastzit, dat geen toekomstperspectief biedt, dat niet tot een succes wordt gebracht, maar de situatie wordt wel beter. We liggen daar niet meer wakker van. Oké. Okay. Onderop heb ik de kracht, energie, leeuwenergie en de zon, nog meer leeuw. De kracht spreekt over innerlijke kracht, de kracht van vergeving. Doorzettingsvermogen in je kracht staan hier. Je hebt heel veel kracht, want hij is recht overeind. En oké. Okay. We hebben met de 6 van pentakels krijg je uiteindelijk hetgene waar je recht op hebt. Als het hier inderdaad een beetje misgaat. Uiteindelijk hebben we wel balans. Professioneel verklaar deze vastzittende energie dat ook een beetje stress met zich meebrengt. Of communicatie dat... Waardoor we even pas op de plaats doen. De 5 van staven. Ja, ik heb hier wel strijd, concurrentie. De keizer en de 4 van zwaarden. De keizer ondersteboven kan een baas, een instantie zijn. Hier iemand die heel erg in de controle zit, dominant. Met de 4 van zwaarden. We hebben rust nodig, tijd voor heling. En dat had ik voor jullie, voor jullie ook. Voor de maand juli. Ik heb hier een strijd. Wellicht met een baas of een structuur... Een instantie. En daar trekken we ons van terug. Creëert heling. Ik heb inderdaad hier behoefte aan pas op de plaats. Dit kan best wel wat angsten met zich meebrengen, dit. Een uitzichtloze situatie dat zich strijd oplevert. Maar uiteindelijk wel innerlijke rust. Verklaar de 5 van de staven. De aas van kelken. Ik heb een nieuw begin. Voor sommigen kan dat nieuwe liefde zijn. Dat binnenkomt in het werk. Of via het werk. Of via een cursus. Het professionele. Of activiteiten. Voor anderen is dit een nieuw begin. Dat jij wil doen. Dat vanuit je hart en vanuit je ziel komt. Maar het creëert een strijd. Wellicht met een baas of een instantie. Het creëert een strijd. Het nieuw begin. Deze sprong in het onbekende is moeilijk... te combineren, precies. Met de 8 van kelken. Het oordeel, nice. En de ster nog een keer ondersteboven. We zijn hier wel het verleden los aan het laten. Ik heb heel veel helderheid, maar inderdaad nog even... helderheid over iets dat niet de moeite waard meer is... om tijd en energie in te steken. Of helderheid, maar we moeten nog even wachten op het financiële aspect. Want we moeten nog sparen. Voor deze sprong te wagen en ons hart te kunnen volgen. Met het oordeel, ik heb hier een verlossing, een halleluja moment. Dus dit nieuwe begin, dat voelt als een wedergeboorte. Hier volg je je hart. Wellicht is het terug naar een plek of naar een situatie, een job uit... wat je misschien ooit gestudeerd hebt en ineens denk je... ah, maar dat heb ik altijd willen doen. Ik heb namelijk de terugkeer van iets. Of jij die terugkeert naar een plek... een situatie, een job, een wegloop voor mij van een uitzichtloze situatie. Iets dat jou geen toekomstperspectief niet meer biedt. Of dan wel. Inderdaad, als we hier die existentiële vragen hebben...
heb ik hier een soort van ja, depressie, geen hoop hebben naar de toekomst. Nou, op de een of andere manier krijg je een halleluja-moment en weet je waar je hart sneller van gaat kloppen. Wellicht dat je daardoor iets moet achterlaten en creëert dat een beetje strijd met een instantie, een baas. En tegelijkertijd behoefte aan vakantie, heling. Misschien tijdens de vakantie of een helingsperiode, terugtrekkingperiode. Dat je inziet waar je hart sneller van gaat kloppen. Okay. Financieel heb ik dus een beetje ongeduld in wanneer plukken we nou de vruchten. Ik heb een sprong in het onbekende. Verklaar. En een beetje een frustratie, ja. Verklaar deze sprong in het onbekende. De vier van pentakels, de ridder van zwaarden. Ik heb communicatie dat jouw kant op komt. Ik heb hier iemand die weet wat hij wilt, die gaat en die gaat snel. Dit voelt als absoluut een overwinning, dus deze strijd wordt overwonnen. Als er een strijd is met een baas of instantie, een concurrentie, heb ik hier de overwinningen van. Maar inderdaad ook wel dat geduld van wanneer krijg ik het antwoord, wanneer krijg ik het ja-woord, de go, de... Ik wil volgas vooruit. Ik heb hier de communicatie wel, dus het komt eraan. En het voelt als een overwinning. Met de vier van pentakels kan het inderdaad zijn dat we financieel een stapje achteruit gaan. We laten hier iets los waar we koppen aan hebben vastgehouden. En dit biedt jou zekerheid, financiële zekerheid, rust. Hier laten we dat los. Maar daardoor kan je inderdaad, ja... machtsverlies, dus de status, een stapje lager gaan. Misschien omdat het gewoon fijner voelt. Maar financieel gaan we er een stapje op achteruit. We wachten op een antwoord hier. Even zien, verklaar de ridder van zwaarden. Wie is dit en wat komt hij vertellen? Want ik kan ook jij zijn, hè, die ongeduldig weet wat hij wilt en wilt springen. De schildknaap van staven. Dit is een nieuw avontuur die we aangaan hier. Een reis, een... Iets creatief of gepassioneerd op zijn minst. Dit is een nieuw avontuur. Dus dit kan jij zijn, die weet wat je wilt. En dan wachten we inderdaad op een antwoord of een communicatie of een lening. En... De koning van staven. Een businesspartner. Daar liggen we een beetje wakker van. Een beetje frustratie over. We willen snel hier. Niet echt stierenergie. Stier doet dat normaal rustig en doordacht. Nu willen we snel antwoord. Met de aas van pentakels. We hebben het helder. En gerechtigheid. Ik heb hier... Goh, dit kan een officiële uitspraak zijn. Met de gerechtigheid. Dit is een overwinning en ik heb eindelijk gerechtigheid. Het kan wel zijn... waar we lang op hebben gewacht of ongeduldig op hebben gewacht. Het kan wel zijn dat het financieel iets meer kost dan dat de bedoeling was hier. Want met de aas van pentakels, het kost geld. Of er is geldgebrek, of er is een plan dat misgaat. Ik heb dan wel de overwinning ervan. We hebben het heel helder wat we willen hier. Ik heb heel veel besluitvaardigheid. Je neemt een beslissing dat het juiste is voor jou. In akkoord, in balans tussen het hoofd en het hart. Dit voelt... Ja, dit kan een nieuw ondernemend iets zijn, iets creatiefs. Je bent hier. Ja, ik wou zeggen, ondernemend, creatief, charismatisch en wel. Of dit is een businesspartner waar we op wachten. Ah, voilà. Dan heb ik inderdaad het goede antwoord, het positieve antwoord. Maar deze deed er iets langer over dan wat we hadden gehoopt. Wat een transformatie betekent, dan kunnen we beslissen. Als het ja-woord, de financiële situatie opgelost wordt... de strijd met een instantie of baas overwonnen wordt... heb ik, we beslissen, transformatie en de wereld. Oké. In de liefde heb ik een verbetering in de situatie... maar voor mij wel een uitzichtloos iets... Dat zijn er veel. De hermiet maakt energie. Het rad van fortuin. Voilà, de tij is aan het keren. De drie van zwaarden. Oh, de zijn er veel te veel. Ja, voor sommigen is het werk. Ik heb het veel de laatste tijd. Of deze maand. Werk en privé. Jullie trouwens ook. Werk en privé of activiteiten en relaties kunnen met elkaar verbonden zijn. Dat er hier via het werk iemand terugkomt. Waarvoor er een strijd geleverd moet worden. Of een... Wat een strijd creëert, op zijn minst in het hoofd. Ik heb namelijk weer hier die terugkerende energie. Iemand die rechtsomkeer heeft gedaan.
Die is vertrokken en die komt terug. De ridder van Staven, nog een ridder. Sexy ridder. Deze weet wat hij wil, hij volgt zijn passie. Met de hermiet maakt de energie iemand die introspectie heeft gedaan. En nu terugkeert. Op goddelijke timing. Deze heeft inderdaad een karmische cyclus afgerond. Dit kan jij zijn, dit kan iemand zijn met wie je te maken hebt. Met de drie van zwaarden. Er is wat emotionele verwarring geweest hier. Dit is een vertraging. Wat ik zeg, het heeft er misschien langer over gedaan. Er kan al een breuk zijn geweest of er kan onderliggend een breuk zijn. Waardoor we op goddelijke timing, er moet eerst iets geheeld worden hier. Of dan wel iemand die terugkeert na een breuk. De geliefde. Ik heb iemand die het heel helder heeft wat hij wilt. Het is niet helemaal in balans. En die wellicht hier iets toch wel concreets zult opbouwen. Ik wil toch eerst even zien wie de ridder van Staven is. Wie is dit en wat komt hij hier vertellen? Deze sexy ridder. De koning van Pentakels. Een vaderfiguur, een stabiel, betrouwbaar, loyaal persoon. Iemand waar je inderdaad wel op kunt bouwen. Die zijn zaken op orde heeft hier. Een harde werker. Stiermaak, steenbok, energie. De twee van Staven. Deze komt vertellen dat hij plannen wilt maken naar de toekomst. Dat hij iets stabiels wilt. Dat hij maar nog een beetje vast zit. Met de acht van zwaarden. Deze zit een beetje vast. In het hoofd. Ja, maar dat kan niet, dat gaat niet. Ik wil wel plannen maken, maar niet nu, want er gaat nog van alles mis. Het geld is er nog niet, ik zit vast. Toch heb ik een droom die uitkomt hier, uiteindelijk. Dit maakt jou een beetje onzeker, deze situatie. Oké. Dus ik heb hier een sexy ridder die wellicht terugkomt. En inderdaad, hier zegt, ik heb mijn zaken op orde, ik wil plannen maken, maar ik zit nog een beetje vast. Ik moet nog een beetje helen. Er is nog verwarring. Ik ga straks dat verdelen tussen de singles apart, de koppels en de gecompliceerde connecties. Voor nu, dit kan ook binnen connecties. Is er een verbetering in de situatie? Uitgesteld succes. Met de acht van kelken kan namelijk spreken. Hier genieten we van de huiselijke aspecten samen zijn. Het licht dat verandert hier continu. Genieten van de sociale en huiselijke aspecten. Er is passie, er is positieve veranderingen hier, omdat we onze passie volgen. Misschien hebben we een nieuw project, waardoor we weer zin hebben in elkaar en in het leven. Met de twee van Pentakels heb ik wel een beetje we moeten hier een beetje goochelen, wikken, ja. Een evenwicht proberen te vinden tussen werk en privé. Goochelen met de financiële middelen, wellicht. Multitasken, heel veel balletjes in de lucht houden hier. Als dit inderdaad iemand is die terugkeert, gaan we toch een beetje twijfelen van, goh, moeten we dit doen of moeten we dit niet doen? Is dit uitgesteld succes of is dit iets dat uitzichtloos is? Ik ben benieuwd. Wat is het advies voor mijn lieve stier voor augustus 2023? Dus een nieuw avontuur, een nieuw hoofdstuk dat we hier aangaan. Ik krijg het gevoel eerder professioneel. Of professioneel en de liefde is gelinkt. De aas van zwaarden. Laat je niet afschrikken door moeilijkheden op je pad. Het is belangrijk helder en correct te communiceren. Geweldige nieuwe ideeën die uitgevoerd zouden moeten worden. En die heb ik hier ook wel. Ja, ideeën te over. Dus tijd om ze uit te voeren. Wees niet bang. Ontwaken. Vis de energie met de gehangenen. Kijk eens op een andere manier naar de situatie. Omhels jouw eigenheid. Een tijdelijke onderbreking van actie. Die heb ik inderdaad hier. Even tijdelijke pauze. Rust. Heling. En de drie van Pentakels. Volg je passie, ook wat je werk betreft. Wees de beste in wat je doet. En beloond worden voor je creatieve talenten. Het kan niet zijn die je daarnaast doet, hè? Dat je ernaast doet. Maar
qua timing? Wat is een belangrijke timing voor de komende periode voor mijn lieve stier? Eerste kwartier in kreeft hebben we net gehad. Eind juni. Doorbreek elke onzekerheid. Misschien heb je iets in kreeft. Of misschien is volgend jaar belangrijk. Eind juni. Misschien is er nu eind juni iets gebeurd waardoor de onzekerheid boven water is gekomen. Het is tijd om die te doorbreken. Niet in het hoofd gaan vastzitten. Ongegronde angsten te overwinnen. Maar die heb ik hier ook wel. Dus er is een verbetering. We liggen er niet meer wakker van. Als we ergens van wakker hebben gelegen. Wat is de vooralsnog laatste boodschap voor mijn lieve stier voor augustus? Ik ga hier dus verder op borduren. Ik ben benieuwd wie deze dominante keizer is. En wat dat nieuw begin is vanuit het hart. Hou je niet in. Hou je je in om erbij te horen. Het is tijd om omhels jouw eigenheid. Jij bent een bijzonder wezen met bijzondere talenten. Het is tijd om dat te laten zien aan de wereld. Oké. Transformatie. Op cellulair gebied verandert er iets. Een diepe heling. Transformatie. Een persoonlijke transformatie zeker. Oké. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik ga hier verder op borduren op Vimeo. Dus resoneert deze basis voor jou? En ben je nieuwsgieriger, mag je me die kant op volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik wens je een magisch mooie maand augustus. Het is tijd om te springen. Je dromen na te jagen. Je gevoel te volgen. Je niet meer in te houden, maar jouw eigenheid te laten zien en te delen met de wereld. Dank je wel voor het kijken. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. En ik zeg tot snel.